Premier Mark Rutte heeft in 2012 gedreigd de eurozone te verlaten. Rutte was het niet eens met de plannen van EU-president Herman Van Rompuy. Die wilde dat lidstaten strikte afspraken met Brussel zouden maken over economische hervormingen. In Cambodja is een man opgepakt voor de moord op de Nederlandse Daphna Beertsen. Hij zou de vrouw thuis hebben vermoord met een schroevendraaier toen hij haar fiets wilde stelen. In Irak zijn de parlementsverkiezingen van start gegaan. Het zijn de eerste verkiezingen sinds het vertrek van de Amerikaanse troepen. Zo'n 22 miljoen Irakezen mogen hun stem uitbrengen. Er zijn meer dan 9000 kandidaten. In Nederland is een groot tekort aan wiskundeleraren. Wiskundigen worden door het bedrijfsleven weggekaapt met hoge salarissen en betere carrièremogelijkheden. Silvio Berlusconi mag niet zingen bij het uitvoeren van zijn taakstraf. Ook mag hij geen moppen vertellen en geen politieke campagne voeren. Berlusconi zal tijdens zijn taakstraf voor Alzheimer-patiënten zorgen.